Nou, welkom bij weer een nieuw persmoment. Leuk dat jullie allemaal kijken. Een ingelaste persconferentie, want de Champions League. We hebben het ook in Duits. Hallo, mijn Duitse vrienden. Ook weer daar. De Champions League zit zo goed als vol. Misschien één of twee. We hebben het al iets opgerekt in aantal. We hebben massaal veel aanvragen gekregen. Maar wat ik de vorige keer al aangaf, we hebben een beperkt aantal vissen. Goede vissen, zeg maar. Er komen er een aantal bij. Dus we hebben het iets opgerekt, maar we willen het niet veel groter maken. Dus er komt uit Duitsland. Oost-Duitsland komt vielleicht nog een of twee dazu. Die hebben we angeschreven. Also daar waren we nog over die aangaben daarover. Een vriend had heute Mittag schon angegeben. En gaat nog even met zijn vriend überreden. Maar daarna is het vol. We hebben geen vissen meer, geen plaats meer. Dus jongens, bedankt. We hebben het ook in Duits gemaakt, oog of Duits. Voor onze Duitse kunden. Maar die verstaan dat ook zo, wanneer het in Hollandisch gaat. Also, dat is geen probleem. Ja, super. Binnen een aantal dagen was het weer helemaal vol. Heel veel nieuwe deelnemers, super leuk. En natuurlijk ook een heleboel oude deelnemers. En we gaan dit jaar wat moois van maken met elkaar. We hebben van een aantal mensen te horen gekregen waarom we dit jaar qua selectie niet iets anders kunnen gaan doen. Wat we gaan doen is, we maken een koker. Daar komen zowel de namen in en waarschijnlijk de chipnummers van de vissen. Zijn we nog even aan het kijken of we ze chipnummer koppelen aan een naam. Of dat jij mag kiezen. Maar goed, daar zijn we nog heel even mee bezig. Want ik vond het best wel leuk. Chipnummer en een naam, dat wordt jouw vis. Dus je kunt je voorkeur had je kunnen aangeven van Hiyotsuri of Kiyotsuri. Nou, de Kiyotsuri zijn wat beperkte. Dus ik denk wel dat we iedereen gewoon perfect kunnen bedienen. En misschien dat we het inderdaad wel gewoon doen. Naam en chipnummer. Hè? Want we hebben twee groepen vissen. Dus, maar goed, voor deze het zit vol. Bedankt voor jullie vertrouwen. En we gaan een goed seizoen tegemoet. Also, veel dank. En veel spaas in dat seizoen. Hè? Wie mag in die visje groot? Ik zou het maar eerst danken. Bedankt.